Ik ben Bram en ik ben 5 jaar en ik luister naar Biesstad Radio. I can hear it in the beat of the drum and the echoes of the words carried by the wind. I can feel it in the songs sung in the valley and the earth beneath my feet. I can see it in the woodlands, I can taste it in the sunset. It disappears again. It's a reflection of a feeling deep inside my own searched soul. It's a fleeting memory, like an eagle's fading song. I hold on to what was once mine just before it got exiled. It's a taste of the wild. Rage of a storm as it's pouring thunder, lightning fill my eyes. I can see it in the landslide as it moves me when the clouds cover up blue skies. I can see it in my dreamlands, I can smell it in the forest before it disappears again. It's a reflection of a feeling deep inside my own searched soul. Like an eagle's fading song, I hold on to who was once mine. Welkom bij weer een nieuwe Vissers Verse Vangst hier op Biesstad Radio. Nou, net kon je luisteren naar Nina Lynn met A Taste of the Wild. En ja, Nina Lynn had ik vorig jaar in mijn programma op 17 juni een interview en een aantal nummers live gespeeld door Nina. Nou, dat was echt een fantastisch interview en ontzettend leuke nummers die ze speelde. Nou, via Nina ben ik ook in aanraking gekomen met Kathleen Willems. En daar heb ik een interview en live sessie mee. Na deze boodschap. Even tussendoor. Als je lid wordt van Biesstad Radio, krijg je allemaal leuke voordeeltjes. Te veel om op te noemen. We gaan dat dus niet doen. Nog wel deze tip. Kijk eens even op biesstadradio.nl. En we zijn live. Nou, vandaag ben ik te gast bij Kathleen Willems. Ja. Ik spreek het goed uit, hè, Kathleen? Zeker. Ja, helemaal goed. Mooi. In Oosterwijk. In Oosterwijk. Ja. Ik ken Kathleen via een optreden wat ze in IJsselo had. En ja. Dat was samen met Nina Lynn die ik ooit eens in het programma heb gehad. En ja, ik moet zeggen, we waren bij dat optreden en ja, ik werd er echt gewoon weggeblazen van hoe mooi het allemaal klonk. Dus ik had zoiets van, ik ga vragen of ze in het programma wil. En nou, dat vond ze hartstikke leuk. Dus ja. Nou, toen hebben we die afspraak eigenlijk gemaakt. En ja, vandaar dat we hier zitten. Ja, zeker. Leuk, gezellig. Ja, ja. Nou, welkom in het programma. En leuk dat je me hier wil ontvangen met... Ja. Ja, met leuke eigen nummers die je gaat spelen. Hoe zou je muziek omschrijven als ik dat... Ja, nou ja, ik zou zeggen Americana. En dan echt het blues, country, rock and roll gemixt-achtig. Maar ik wil me niet beperken, zeg maar. Dus eigenlijk alles wat in me opkomt. Ik bedenk daarna eigenlijk pas van, oh, wat is dit eigenlijk? Omdat ik wil me dan niet
Weet je wel, soms heb ik wel zoiets van, oh ja, ik ga zo'n nummer schrijven en dan ga ik daar ook gericht op schrijven. Maar vaak is het gewoon ook qua gevoel van wat komt er binnen. En dan is het op het einde van, oh ja, wat is dit nou eigenlijk? En dan, ja. En soms is het niet eens Americana, dan is het ineens een heel ander liedje. Ja, leuk. Ja. Maar, ja. Ja, dus ja, het is vaak ook moeilijk onder één ding te vatten. Hè? Dat is ook, ook lastig. Ja. De Americana is sowieso wel een mooie verzamelnaam natuurlijk ook voor dingen. Dus dat is heel erg gaaf. Ja. Je hebt natuurlijk verschillende inspiratiebronnen waar je op geïnspireerd bent. Als ik hier zo om me heen kijk, zie ik heel veel Elvis in ieder geval. Ja. Dus dat is wel een... Ja, dat is zeker een inspiratie, maar ook gewoon eigenlijk een, ik weet niet, een noodzaak voor mij of zo. Ik was 6 toen ik Elvis fan werd, dus die zit er echt heel erg in verweven. Heel erg. Leuk, ja, dat is super gaaf. Johnny Cash ook. Ja. Er is één nummer ook inderdaad waar ook een stukje in zit wat heel erg verwijst eigenlijk naar Johnny Cash. Tenminste, dat heb ik ook gehoord. Ja. En wat ik nu vandaag ook gehoord heb, ook met het optreden was dat ook zo, maar ook Nederlandstalig. Dus het is heel breed. Ja, precies. Ja. En ik wil me niet zo beperken. Kijk, natuurlijk moet je je eigen verkopen, want anders denken mensen ook, wie haal ik nou weer in huis? Ja. Dus het is wel Amerikanen, maar ja, weet je, het is net wat ik voel. Ja. Eigenlijk. Dus eigenlijk heel lastig uit te leggen. Want wat zijn die Nederlandse liedjes dan weer voor soort liedjes? Ja, het is altijd moeilijk. Ook niet zo goed. Om vast te leggen. Ja. Ja, leuk. Ja. Je hebt een groot aantal nummers op Spotify ook staan. Tenminste, op Spotify ben je heel goed te vinden. Ja. En in 2018 was het eerste nummer volgens mij op Spotify, Going Home. Ja. Wat, dat is geloof ik de eerste nummer wat daar... Wat op Spotify is gekomen. Ja. En dat loopt door tot 2021. Is er ook een EP, Goede Hart. Ja. Is een EP op Spotify heb je gezet. Een nummer om live te spelen. Wat zou een nummer zijn wat je leuk vindt om live te doen? Ja, Heart & Soul. Heart & Soul. Ja. Heb je daar ook nog een verhaal bij? Of is dat, zeker. Daar heb ik eigenlijk geschreven in, even kijken, 2019 heb ik hem geschreven. En was eigenlijk voor een liefde die eigenlijk weg is gegaan. Maar daardoor ben ik wel mezelf tegengekomen, heb ik mezelf gevonden. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, dat gaat wel heel diep, ja. Ja, mooi. Ja. Zullen we ernaar gaan luisteren? Ja, zeker. Ja, nou, dan gaat ze dat live, gaat ze dat voor ons spelen. Ja. Hier is Kathleen Willems met Heart & Soul. May I wonder why all the pain is gone.
smile, 'cause she saved me and I am what I wanna be. She believes in me, that's why she sets me free. Fantastisch nummer, Heart and Soul, van de EP True the Heart. Ja. Ik heb inderdaad de hele EP ook beluisterd en ja, echt indrukwekkend. Mooie nummer, super. Ja. Dankjewel. Leuk, ja. Heel gaaf. Ja. Nou, net hebben we het al heel even gehad dus over Spotify, hè, waar die nummers dus allemaal terug te vinden zijn. Ja. Zijn er meer kanalen waar mensen jou kunnen opzoeken? Heb je het over social media? Ja, of zo? Social media. Instagram, Facebook, daar sta ik onder Kathleen Wilmers Music. Weet je, als je op Google intypt Kathleen Wilmers Music, ja, dan kom je eigenlijk overal. Maar die twee platformen zijn de twee, ja, waar ik eigenlijk het meest op zit. Want ik heb ook wel TikTok en ik heb ook wel, noem maar even wat anders op, kan ik niet eens opkomen, maar daar gebruik ik dus gewoon bijna niet. Nee, omdat nee. Ik heb daar niet zo'n... Ik weet niet. Je wordt ook al ouder, hè? Ja, nee, maar het is ook zo. Je zit vaak ook met je doelgroep, hè? Waar zit je doelgroep? Precies. En als je doelgroep zegt van... Facebook... Sommigen zeggen, ja, Facebook is een beetje ouderwets of iets anders. Maar als je doelgroep op Facebook zit, ja, dan waarom zou je dan... als je daar dan goed de reclame op maakt, dan is dat natuurlijk goed. Ja, absoluut. Je website ook natuurlijk. KathleenWilmers.com. Yes. Kijk, KathleenWilmers.com. Ik zeg gelijk .com. Ja, dat is gelijk automatisch. Ja. Maar daar staat ook heel veel informatie op. Ja. Wat mij ook opviel, daar zitten ook de links die je net noemde. Met naar Facebook en naar Instagram. Ja, ja. Al die links heb je daar ook inderdaad op zitten. Zitten dus daar ook op, inderdaad. Daar kunnen mensen ook nog bij je terechtkomen. Ja. En daar staat natuurlijk je biografie staat erop. Wat je gedaan hebt en wat voor soort muziek je maakt. Maar ook dat je ook gitaarles geeft. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Leuk. Ja, ik ben eigenlijk in 2014 heb ik mijn bedrijfje opgestart. Met gitaarles, ook optredens. Maar vooral was het toen nog even gitaarles. Ik wou gewoon een eigen bedrijf met mijn muziek. Ja, waar moet je dan mee beginnen? Weet je wel, je kan natuurlijk niet verwachten van als je denkt van ik ga nu optreden als werk. Ja, je moet het wel vinden. En gitaarles is gewoon superleuk. En ik ga naar mensen thuis. Dus ik geef aan huis gitaarles. Ja, gaaf. En superleuk, kom overal. En superleuk. En het wordt nou wel drukker met optredens dan. Dus zitten soms gitaarles zit dan... dan moet ik toch even afzeggen, weet je. Ik heb dan een optreden of zo. Maar en ik heb ook nog gewoon leerlingen ook uit 2014. Dus dat is echt heel leuk. Dus leuk. Ja, 2014 is wel een aardig tijdje inderdaad. Dus dit jaar dan 10 jaar... Klopt. 2014. Anniversary. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Leuk, hè? Ja. Ja. Nee, maar dat zie je inderdaad vaak. Met de muzikanten die inderdaad gewoon echt... het als beroep hebben. Hè? Ja. Dat je toch... Ja, weet je, muziek is lastig. Zeker in de coronaperiode natuurlijk ook nog. Ja. En dan lesgeven is natuurlijk super gaaf. Ja. Want ik zag ook inderdaad dat een stukje wat er ook stond over... dat je ook mensen helpt om zichzelf te begeleiden bij zingen en met succeswerk. Ja, dus precies. Zangles geef ik niet. Want dat is toch iets... Daar vind ik, als je zangles gaat geven, moet je daar wel geschoold voor zijn. Want je kan natuurlijk... stem kan kapot, hè? Ja. Maar inderdaad wel het begeleiden, want dat doe ik zelf ook. Dus
En ik merk wel dat ik niet wist dat het toch best moeilijk is. Want voor mij is het best wel erin gerold en heel vanzelfsprekend. Van, hè, mensen zeggen dan ook, oh, dat is knap dat jij gitaar en speelt en tegelijk zingt. En dan denk ik, ja, maar ik weet eigenlijk niet beter, nee. Zeg maar. Ik speel ook al zo lang gitaar. Ja. Dus, maar het is wel gaaf als je dat dan ook kan overbrengen. Ja, en dat mensen dat ook op die manier kunnen doen. Ja, leuk. Absoluut. Nou, op je website zit ook een onderdeel waar mensen cd's en vinyl kunnen bestellen. Dus ook de promotie van je werk. Dat is ook heel erg gaaf. Ja. Bij je optreden verkoop je ze ook, hè? Dat is vooral leuk. Ja. Dat is nog het allerleukste, vind ik. Want natuurlijk, via die website, dat moet kunnen. Online moet kunnen natuurlijk, want je komt niet overal. Maar het is juist leuk als ik mijn koffer, mijn muziek bij me heb. En weet je wel, ik zet het neer en je gaat ook praten met mensen. En de laatste tijd mag ik ook gewoon platen of cd's signeren. En dan denk ik, och, dat is zo leuk. Gaaf. Want ik ben natuurlijk heel... Tastbaars. Ja, en ik ben heel erg Elvis-fan. En Elvis heeft dan ook gesigneerd. En ik, oh, nou ben ik daar zelf dus ook gewoon aan het doen. Dus echt, dat is echt heel leuk. Ja. En dan krijg je ook nog meer verbinding. Ja. Het is ook sowieso verbinding met je publiek inderdaad. Met je fans. Ja. En ik kom ook zat muzikanten tegen die dat niet willen. En dan heb ik zoiets van, ja, maar als je live speelt, dan is dat wel een extra dingetje. En juist ook die extra binding met mensen. Ja. En bovendien inderdaad, niet iedereen gebruikt ook Spotify. Nee, dat heb je ook nog een hele grote groep die gewoon wel trouw nog met hun cd-spelertje zitten. Wat ik de laatste tijd ook vaak hoor is dat mensen zeggen, ja, maar ik heb in mijn auto geen cd-speler meer bijvoorbeeld. Ja. Maar met memory sticks, dat is ook een leuke markt om dingen, klopt. Om een soort memory stickjes te doen, zeg maar. Dus dat is ook heel gaaf. Ja, daar heb ik ook inderdaad naar gekeken. Maar het is toch cd's en vinyl geworden. Ja, vinyl is natuurlijk helemaal gaaf. Ja. Dat is echt, dat is ook best wel een kostbaar dingetje. Ja, dat is wel het nadeel. Het is wel echt een investering, hoor. Ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, hoor. Maar ik zou ook willen het volgende album ook wel op vinyl. Maar het is wel echt een kostbaar. Ja, en inderdaad, kijk, als je een paar cd'tjes overhoudt, nou oké, dan hou je een paar cd'tjes even over. Maar vinyl is echt wel flink aan de prijs natuurlijk. Dus daar wil je ook niet mee blijven zitten, zeg maar. Ja, ook dat. En het is gewoon prijzig inderdaad. Ja. Ja. Nieuwe nummers. Je bent ook natuurlijk met nieuw werk bezig. Ja, zeker. Ja, eigenlijk constant. Ja, constant wil ik niet zeggen, maar... Ja, toch ergens wel. Ben je toch eigenlijk wel heel erg bezig. Leuk. En er liggen er een aantal op de plank. En waarvan de volgende die ik dan ga spelen. En die heet Dance Again. En dat is eigenlijk een liedje. Dat gaat eigenlijk over... ik heb mezelf tot vorig jaar of anderhalf jaar geleden... heb ik mezelf nooit echt gezien. Ik maakte mezelf altijd kleiner dan... Ja, weet je, iedereen in mijn wereld was iedereen beter dan mij. En ik vergeleek met mensen en dan durfde ik eigenlijk al niet meer. Weet je, als je met meerdere op het podium staat of achter elkaar, zeg maar. En degene voor mij die dat is heel het publiek dan gepakt, zeg maar. En dan dacht ik, dan moet ik gaan staan. En ik maak mezelf heel klein. Maar op een gegeven moment ergens in mijn leven, dus vorig jaar, anderhalf jaar geleden ongeveer... toen zag ik mezelf staan. En daar gaat dat liedje eigenlijk over. Leuk. Dat ik nou weer kijk, want hij heet Dance Again, maar ik kan helemaal niet dansen. Okay. Maar het is meer een metafoor van, nou kan ik eindelijk zijn wie ik wil zijn. Wie je wil zijn, wie ik ben, weet je. Ik hoef me echt niet meer anders voor te doen. En, nou, mooi. We gaan er naar luisteren. Yes. You can see I'm strong along the way. It's something I need to believe. I've prayed all my life, Lord, please give me a sign so I can lay smiles to
chosen among others just to breathe a loving air and give my love to Nou, dat was Dance Again. Ook een geweldig nummer. Ja, dank mooi. Je wel. En zeker met het verhaal wat je erbij vertelt. Van gewoon jezelf weer zien en mooi. Ja. Mooi onderwerp erin. Ja, nou, net hebben we het gehad over cd's, Spotify, nieuwe muziek die je maakt. Ja. Live optredens zijn natuurlijk ook heel wat zeker. Live optredens zijn ja, er. Zeker. Ja, wat zijn live optredens waar je de komende periode zo'n beetje te zien ben? Ja, nou ja, dan hebben we al een lijstje. Ik ben sowieso heel erg bezig met veel locaties zoeken. Vorig jaar heb ik geteld. heb ik 51 optredens gehad. En ik wil dit jaar wil ik de 100 aantikken. Oké, okay, leuk. Dus dat is sowieso mijn streven. Ja, en, dat is gaaf. Ja, dat is best ja, wat. Ja, dat is best wat, ja. Ja, maar ja, weet je, als het je werk is, dan ja. valt het dan wel weer mee. Ja, ja. Hè? Ja, ik bedoel, ja. Moet er toch wel van rondkomen. Ja, zeker, ja. Maar, ik wil het lijstje voorlezen. Ja, als, leuk als je als je optredens ja. hebt dan. We zullen ja. ook gewoon, sowieso met de aankondiging van dit programma doe ik altijd ook eventjes wat dingen erbij zetten. En dan zal ik ook gewoon gaandeweg ook nog eens wat daarvan melden in ieder ja, geval. Dat is leuk, ja. Dat is wel grappig. Ja. Nou ja, dat begint dan 25 januari. Dan sta ik in Sittard. Dus tijdens een dichtersbijeenkomst eigenlijk. En dan sta ik in het voorprogramma als muzikant, als tekstverslaafd. 27-1, dat is ook wel heel leuk om die te noemen. Dat is in het Vulco Theater in IJsselstein. Het is een singer-songwriter round. Het is een beetje Nashville round. Zitten we met z'n vieren, zitten we dan op het podium. En dan wisselen we af met liedjes. Oh, leuk, dus het is echt superleuk. Ja, 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 super. Ja. Ja, en 8 februari sta ik in Tilburg. 22 februari in Den Bosch. 6 maart heb ik Kim's Kroeg in Tilburg. 23 maart, dan komt er een Elvis tribute in het dorpshuis IJsselo in Aalten. Ja, 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 ja. Ja, mooi. Ja, ja. Dus die gaan we dadelijk nog eventjes bespreken, denk ik. En 27-3 sta ik ook in een theater in Goorlen. En dat is met Arthur van Poppel en Friends. Hij is best wel best grote straatmuzikant. Eigenlijk. Die staat ook overal in heel Nederland. Ja, leuk. En dan sta ik met hem. Dan doet hij een John Denver tribute-achtig iets. En dat doe ik ook mee. Ja. Ik sta 10 april sta ik weer bij een verzorgingshuis. Want dat doe ik ook vaak trouwens. Okay. Dan ga ik voor de oudjes lekker zingen. Ja. Dan zing ik vooral heel veel Elvis ook. Ja, en, ja, ja. En je merkt ook aan natuurlijk. Ja, je merkt dan heel erg. Hè, als je ze al ziet. Ja, ze zijn dan... aantal zijn een beetje wazig, om het maar even zo te noemen. En dan doe ik een Elvis liedje en dan zie ze gelijk, of ze knipperen, mooi, weet dat. Je wel. Of ze leven ineens helemaal op. En dan denk ik, dat is hun tijd natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dat is allemaal hun tijd, ja. Ja. Nou ja, 18 april sta ik in Eindhoven. 27-4, dat is Koningsdag. Dan ben ik geboekt in Tilburg op de Korvelse weg.
3 mei heb ik een besloten feest in Tilburg. 10 mei sta ik in de Texas Bar and Grill in Ter Heide. Altijd leuk. Dat doe ik ook wel echt een leuk setje. Ja, 19.05 sta ik op de American Day in Wernhout. Dat is ook heel leuk. Daar ben ik nou voor 4 jaar geboekt. Dus vorig jaar stond ik daar, de jaar daarvoor. 5 jaar volgens mij. En dan dit jaar en dan volgend jaar ook nog. Hoeveel is dat dan? 4 jaar? Ik weet niet. En dan 23.06, dan staat er nog iets in Tilburg. En, maar goed, dat kan. Het kan best zijn dat ik het straks aanvul. Dat ik een mailtje terug heb van iemand van, hoe kun je dan? Ja, dan, precies. Ja, is goed. Nou, de boekingen lopen wel aardig door als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Ja, ja, super, zeker. Ja. 100 is best wel een leuk streven. Een leuk streven, ja. Als je nu al hoort wat er nu al geboekt staat. Ja. Hartstikke leuk. Januari is pas net begonnen. Ja. Dus, ja, en ik ben echt actief aan het zoeken. Dus, ja. Nou, ook leuk wat je net ook zijn met zo'n verzorgingshuis of iets. Maar wat je al zei met de muziek, die verbinding. Ja. Ik zelf ben dan ook heel erg bezig met music and memory. Dat is dan ook voor mensen die dementeren om speciale spelers klaar te maken. Wow. En ik doe daar dan ik interview die mensen dan niet, maar ik doe dan de techniek. Hè. Dus ik maak die spelertjes klaar. Ja. En daar hebben we echt zulke gave reacties al gehad. Mooi, en ik heb een voorbeeld gezien van iemand die wilde niet opstaan, die wilde geen pillen slikken en die kreeg zo'n muziek opgezet en die begon een nummer van John Denver, de Country Road, van het begin tot het eind mee te zingen. Oh. En daarna ging ze gewoon opstaan, ging ze ook gewoon weer de medicijnen innemen. Zo. Nou, als je dan ziet wat muziek kan doen, en dat is eigenlijk wat je net ook zegt met dat zo Elvis. Ja. Mensen die het raakt gewoon een deel waar ze gewoon weer mee verder kunnen. Ja. Echt super gaaf. Het is echt zo'n wat is het? Dus ik denk dat het net als een geur is. Ja. Weet je wel, als je een bepaalde geur, dat hebben wij allemaal. Dan ruik je naar een herinnering. Ja. En met muziek, met een klank, ik denk dat dat ook echt zo is. Ja, dat werkt fantastisch. Het is echt super goed. Ja, doe ik heel graag, doe ik dat. Dus ik hoop dat ik er nog meer dit jaar krijg. Ja, dat is zeker leuk. Nou, misschien dat ik ook nog zelfs wel eens een keer een Music and Memory-achtig programma ga maken. Om eens te kijken op de zender van om te laten zien wat dat kan. Want muziek is echt gewoon super belangrijk. Het is gewoon gaaf. Ja. Nou, IJsselo noemde je ook al even. Hè? Dat is ook de plek waar ik je toen voor het eerst eigenlijk gezien had. Ja. Samen met Nina Lin in het dorpshuis. Ja. En dit keer kom je daar dan. Ga je de Elvis-tribute doen? Ja. Met Nina Lin, is er ook iets dat je zegt van, hey, daar ga ik misschien ook eens een keer iets mee samen? Ja, dat willen wij wel heel graag. Dat willen we eigenlijk al een tijdje. Echt al heel lang. En ja, vorig jaar kwam het er dan uit. Dan hebben we wat gedaan dan. Maar wij zijn alle twee zo druk ook. Dus het is best wel moeilijk om dat dan. Maar de wil is er echt wel. Want weet je, ook toen wij dus voor het eerst echt bij elkaar kwamen. Wij kennen elkaar via in de coronatijd. Via internet eigenlijk. Via een soort van training, een marketingtraining. En eigenlijk pas het moment dat we bij elkaar zijn gekomen. Is ergens vorig jaar, weet je wel. Ja. En dan de eerste keer en dan ga je samen zingen en het klikt zo. Ja, het klikt sowieso persoonlijk. Ja, ja. Want we gingen repeteren, maar we hebben maar één liedje gedaan. Want we heten zitten kletsen. Ja. Toen gingen we zingen en toen hadden we echt, nou, dit is het gewoon. Ja, het klinkt zo mooi. Ja. En toen ook met het optreden ook. Toen heb je ook wel wat nummers nog gezongen ook van Nina. Die, klopt. Waar je ook van zei van, hey, dat vind ik hele gave nummers. Ja, ook dat is mijn lievelingsnummer. Ja, zeker. En dat straalde er echt vanaf. Dat was echt perfect. Dat was echt super. Dus zeker, nou, dus echt zou super gaaf zijn als daar ook eens samen. Ook een soort singer-songwriters die dan samen echt iets kunnen. Ja, dat kunnen is zo doen. Leuk. Ja, leuk. De wil is er bij beide. Dus we moeten even kijken hoe we dat kunnen. Ja. Kunnen, ja. Ja. Ja, en dan inderdaad 23, of nee, wanneer was het? 23 maart, hè, de Elvis Tribute in IJsselo. Ja. Nou ja, je bent natuurlijk ontzettend Elvis-fan. Ja. En ook inspiratie van Elvis. Ja. Ja, en Memphis ben je ook geweest. Memphis dus ook geweest, dat is echt super gaaf. Ja. En dan die tribute. Dus het lijkt me leuk om daar eens een nummer van te horen. Nou, dan gaan we die doen. Nou, mooi. Hier is Kathleen Willems met That's Alright Mama. Yes. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, but that's all right. It's all right. That's all right now, mama. Any way you do,
Helemaal gaaf. Nou, ik heb er echt waanzinnig veel zin in. 23 maart. Ja, ik vind het echt superleuk. Ja. En wat voor soort Elvis? Ja, het is Elvis tribute. Ja, hè? Zeker. En, dit ja. was natuurlijk wat wat rockend. Op tempo, ja, precies. Ja. Wat zijn de nummers die je? Ja, het varieert zo, weet je. Dit bijvoorbeeld, That's All Right Mama, maar bijvoorbeeld ook een Are You Lonesome Tonight, oh, ja, of ja. een The Wonder of You, of een Don't Be Cruel. Leuk. Weet je, echt ja, van alles van Elvis ja. komt er wel wat ja, voorbij. Ja. ja, lekkere muziek hoor. Ja, ja nou, dat is echt heel gaaf. Ja, tijdens je optredens, wat mij ook opviel, was echt superleuk de laatste keer. Je bent heel bewegelijk ook, ja, hè, met optreden. Ja, ja echt, ik kan niet stil. Nee, want net had je het even over van ik dans eigenlijk niet, maar als je aan het spelen bent, dan ja. dans je eigenlijk ja, wel. Ja, klopt. Ja, ik heb wel echt ritme en ik beweeg op het ritme. Ja. Maar zodra je me een dansje gaat, dan raak ik helemaal in de war en dan lukt het niet. En dan nee. ga ik gekke dingen doen. Ja. Nee, dat werkt niet. Nee, maar het was echt super gaaf om te zien. Want zelfs als had je op een stoel inderdaad ja, met het optreden ook, je beweegt altijd. Het is echt ja, super gaaf. Ja. Dus ik echt dat ritme, dat zit er echt heel gaaf ja, in. Ja, dat is echt een ja, daar denk je niet bij na. Als ik erover na ga denken, dan lukt het niet. Nee, dat komt gewoon spontaan. Dat, dat is ook spontaan. Weer zoiets, een oer ja, ding. Een oerinstinct, ja. Nou is het ook, ja, je had het net ook al heel even over. Maar ik heb ook begrepen dat je ook gedichten schrijft. Ja, hè? Dus dat is ook weer even van het hele zwingende naar het, ja, wat meer in je hoofd ook allemaal afspeelt. Dat vooral, ja. Dus ja, kan je daar iets over vertellen, hoe dat in elkaar zit? Nou ja, weet je, toen ik klein was en net kon schrijven eigenlijk, toen begon ik eigenlijk al met gedichten te schrijven. Nee, dat is niet waar. Toen begon ik met dagboek dingetjes te schrijven van en toen gingen we wandelen en toen gingen we dat en toen gingen we dat en nu ga ik naar bed. Alsof, nou, ja, weet ja, je wel? Ja. Maar dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. En toen ik een jaar of 12 was of zo, toen ben ik echt gedichtjes gaan schrijven en ook Engels vooral. Ja. Dus eigenlijk het schrijven zelf zit er al heel lang in. En toen heb ik op mijn 12e heb ik gedacht van, nou ja, weet je, ik wil gaan zingen. Dus ja, ik moet mezelf kunnen begeleiden. Dus toen ben ik op mijn 12e begonnen met gitaarspelen, gewoon zelf leren. Het schrijven ging maar door. Hè? Maar op een gegeven moment ging ik dus ook liedjes schrijven. Ja, ja, ja. Dus ergens als je het eigenlijk zo, ja, als ik het eigenlijk zo mag zeggen, dan is het bij mij eigenlijk wel begonnen met gedichten schrijven, ja, eigenlijk. Ja, ja, alleen, ja, ik ben daarin dan weer zo muzikaal. Want ik krijg nou ook heel veel reacties altijd van mijn gedichten, dat die zo zingen en dat ik meer op klank. Maar dat komt dan weer door die muziek die dan in ja, mijn ja, hoofd ja. zit, ja, zeg maar. Ja. Maar ja, het is wel heel anders het voordragen, hoor. Ja, ja. Ja, nee, ja. Dan gaan mensen niet mee bewegen. Nee, maar het is ook inderdaad met ja. wat je zegt ook, met singer-songwriter is ook inderdaad ja. natuurlijk. Als je iets schrijft, dan is het vaak meer op klank. Dat, ja. dat iets en met, ja. met gedicht of met dingen, vaak meer met rijmen of ja. iets, weet je. Dus ja. er zit wel, maar wel een leuke combinatie. En ik kan ja. me inderdaad heel goed voorstellen als singer-songwriter dat schrijven, ja,
Ja. De inspiratie zat als je ook singer-songwriter bent. Dan heb je natuurlijk ook je inspiratie. Ja, die absoluut. Dan, ja, en die dingen die kunnen echt heel goed samen. En ja, je ziet ook echt wel verschil in mijn... ook in mijn liedjes, maar ook... als je vergelijkt mijn liedjes en mijn gedichten, er zijn eigenlijk ergens zijn het twee verschillende werelden, maar eigenlijk toch wel één. Ja, 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 ja. Dus het is heel Ja, ik vind het echt, echt heel leuk. Ja, ja, dus Nederlandstalig hadden we het net ook al even over gehad. En nou is het ook zo dat je ook een nieuw nummer hebt, hè, wat ook dat, wat ook wil aansluiten eigenlijk bij het verhaal. Ja. Over gedichten schrijven. Over het gedicht schrijven, ja. En ook weer, die gaat eigenlijk ook over het staan. Dat ik mezelf dus echt gewoon niet, nooit heb gezien. En ik heb daarnaast heb ik eigenlijk ook heel lang mijn... Want iedereen hoort natuurlijk wel dat ik uit Brabant kom. Ik heb heel lang mijn Brabants een beetje verloochend. Want ik vond dat maar stom. En weet je wel. En dus ik heb eigenlijk ook nooit Nederlands durven zingen. Of willen zingen. Of... En ja, sinds dat ik sta, heb ik ook zoiets van, nou ja, ik ben alleen maar Brabants, waarom zou ik dat veranderen? Ja, nee, wat is daar mis mee? Dat is, nee, weet precies, je wel? Maar dat is gewoon... Er komt gewoon, ik haalde zoveel dingen in mijn hoofd van, dat, weet je, vinden mensen mij wel leuk? Wat ik zeg, vinden ze dat niet stom? Zo, weet je wel. Dus dan komt ook het Brabantse van, oh, misschien vinden ze dat wel stom. Of ik weet niet waar het allemaal vandaan kwam. Maar ja, nu niet. Dus ik schrijf en zing wat ik maar wil. Ja, en waaronder ook dit Nederlandse liedje. Want je gaat nu met mijn ogen dicht dan doen. Ja. Ja, ik weet niet of dit was al eigenlijk het verhaal, denk ik, erbij. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, dan gaan we er naar luisteren. Ja. Kathleen Willems met mijn ogen dicht. Yes. Beter dan mij. Het maakt niet uit hoe laat het was. De tijd stond altijd stil. Huilend met mijn ogen dicht. Als ik nooit geboren was, of juist dood gewoon, als ik niederzag, als 1+1 altijd 1, mijn schoenen. Zoet met mijn ogen dicht. Daar stond ik dan tussen al die mensen, al die ogen op mij gericht. Ik wenste zo hard verlangend, mijn hart verwarmend, wat ik steeds geef. Na al die tijd zie jij mij staan. Stap ik zet met een lach op mijn gezicht. Geniet ik met mijn ogen dicht. Ja.
Ja, mooi nummer ook weer. Zo'n nummer in het Nederlands is echt heel gaaf. Ja, dankjewel. Dat is heel anders, hè? Ja. Nou, we hadden het net ook eigenlijk bij het voorgesprek al heel even over met herschrijven van nummers van Engels naar het Nederlands. Dat inderdaad ook wel lastig is. Dit is natuurlijk dan een eigen nummer helemaal gemaakt. Maar als je dan iets herschrijft om hetzelfde gevoel te krijgen, dan kan dat soms niet. Hè? Nee. Omdat die klank dan niet goed klinkt. Precies. Dat is echt heel lastig. Dat is veel lastiger dan je zo in eerste instantie denkt. Ja, klopt. En dat is ook wel leuk wat je zegt. Want net ook dat je eigenlijk het verschil tussen dichten en tekstschrijven ook aangaf. Hè, dat is toch ook wel een heel verschil. Ja, het is een heel verschil. Ergens ligt het weer op één lijn. Ja. Maar toch zit er een verschil in. Ja, want ik heb wel eens de vraag gehad van, als jij dan zo'n gedicht schrijft, kun je daar gelijk een liedje van maken? Nee, want dat is heel anders. Ja, dat. Maar qua hoe het in mijn hoofd, ergens is hetzelfde, maar het is heel anders. Want een gedichttekst is niet per se een songtekst. Nee. Nee. En andersom ook niet. Nee, want het is heel anders. Dat is gewoon heel anders. De ene meer rijm en het andere is echt op klank. Ja, het is gewoon heel anders. Het met zingen moet het zingen. Ja, precies. Ja. Nou, ik heb inderdaad in het verleden ook wel eens iets met dichters gedaan die dan een nummer voordroegen, zeg maar. En dan, ik doe dan zelf harmonica spelen en een stuk harmonica als achtergrond. Of mooi, iemand die dan een stuk gitaar als achtergrond doet. En dat geeft ook wel een heel gaaf effect. Ja. Het lijkt net of muziek dan ook dat gedicht weer draagt, weet je wel? Dat het weer op die manier mee naar binnen komt of zo. Ja, ik doe dat geregeld met een vriendin van mij. Ja. Die draagt dan voor inderdaad en dan doe ik haar begeleiden op gitaar. Ja, dat brengt... mensen zeggen dan echt van, nou, dit is gewoon iets extra's of zo. Ja. Dan krijg je nog meer emotie of zo. Of wat is het? Ja, leuk. Ja. Nou, super gaaf. Ja. Ja. Dit waren ook eigenlijk zo'n beetje mijn vragen. Dus ik ben eigenlijk nu door mijn vragen heen. Dus heb je nog iets waar je op terug wil komen of iets wat je nog wil aanvullen? Ja, misschien kan ik nog even een nummer doen. Oké, dat lijkt me ook wel leuk. Ja. Welk nummer wil je nog doen? Nou, dit is een nummer ook van mijn EP. En dit heet My Baby Shut Me Down. En gaat eigenlijk... het is eigenlijk begonnen met... dat liedje heb ik geschreven in veel pijn en emotie. Wanneer je wordt verlaten door iemand. Hè, Shut Me Down. Maar goed, ik sta wel weer op. Want daar gaat het over. Maar... Nou, de laatste tijd gaat het nummer nog veel verder. Omdat ik dus, wat ik dus in mijn vorige dingetjes heb gezegd, van ik ben gaan staan. Dus dit liedje is eigenlijk ook meer zo van, kijk, ik sta, ik ben er. Ja, ik heb alles overleefd, zeg maar. Weet je wel, kijk mij staan. Ik zie mezelf staan. Nou zie je mij ook staan. Ja, precies. Ja, gaaf. Ja. En dat is Shut Me Down. Nou, mooi. We gaan naar luisteren. Nou, ik wil jou natuurlijk eerst... heel erg bedanken dat ik hier dit interview mocht doen. Ja, superleuk. Echt superleuk. Jij bedankt. En, echt leuk. En leuk met die optredens ook. Nou, we komen elkaar zeker nog tegen. Absoluut. En het gaat helemaal goed komen. Ja. We gaan dan afsluiten met Kathleen Willems met Shut Me Down. Ja. My baby shut me down, 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 down. Time I didn't even cry, but my heart was on the ground. You could have hit me twice if I laid my soul down, but I got up and shut you down myself. Real and true. For once in my life, I thought life brought me a love that I won't be blue. For once in my life, I thought I never needed to dream about another truth. You forced me to be a part of you. Shut me down, 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 down. The first time I didn't even cry, but my heart was on the ground.
so down. But I got up and shot you down myself. Programma, hè? Zo kunnen we er nog veel meer maken. Maar alleen als je lid wordt van Beatstad Radio. Kijk even op beatstadradio.nl hoe dat gaat. Dankjewel Kathleen Willems voor dit fantastische interview en de fantastisch live gespeelde nummers. Echt superleuk. Nou, ga Kathleen zeker een keertje live bekijken allemaal als je dat wil. Je kan meer informatie vinden over haar live optredens op www.kathleenwillems.com. En ja, zoals ze aangaf, ze is heel wat live van plan dit jaar. Dus ik zou zeker even gaan kijken. Nou, ik ben in ieder geval zaterdag 23 maart, ben ik aanwezig bij de Elvis Tribute die ze doet in het dorp Soes in IJsselo. Dus dat wordt helemaal leuk. Dus mocht je daar ook zijn, nou, dan komen we elkaar tegen. Echt leuk. Over live gesproken. Nou, we begonnen dit jaar al met opnames met de Strongs. Met de Strongs, die was bezig met een profielwerkstuk. En ja, daar had ze muziek voor nodig. Daar ging ze een EP voor opnemen. En dat heeft ze dan bij ons gedaan. Dus dat was erg leuk. Nou, we gaan er even naar luisteren. Dit is A Change of Music van Met de Strongs. Nou, prettig weekend allemaal en tot volgende week maar weer. Music hasn't been the same ever since.
Music will not be the same as it had been.